welkom op een nieuwe vlog op ons By My Tea kanaal. Dank u om alvast weer in te tunen. En deze week heb ik een gerechtje voor jullie klaar. En niet zomaar een gerechtje, een poepsimpel saloepeke. Saloep, wat is dat nu eigenlijk, saloep? Wel, Dieter en ik, wij eten s'avonds heel graag soep. Maar soep op zich is voor ons niet vullend genoeg. Daarmee dat we heel vaak saloep maken. En dat is een combinatie van sla en soep. Zo krijg je een dikkere soep en vooral ook meer een maaltijdsoep. Ideaal voor s'avonds als je graag een beetje luchtiger eet of als je echt met gezondheid bezig bent. En ik ga mijn saloep maken met aubergine. Totaal niet mijn favoriete groente. En daarom wil ik hem eigenlijk zo graag delen. Want aubergine is iets dat je heel vaak ziet terugkomen in uiteraard stoofpotjes, in vegetarische schotels. Maar ik word er niet warm of niet koud van. Ik ben er echt geen fan van. En ook bij mij was die geleverd gehad in een box om eten te maken. En ik heb die maaltijd vergeten te maken, geen tijd gehad. Dus die lag over. Maar dan heb ik van de Dieter iets fantastisch gekregen. Ik ga je dat tonen. En dat is mijn soepmaker. Dat is een geweldig machine. Je zwiert daar alle overschotten in dat je in je ijskast vindt. Dat begint te draaien. Je vertelt dat je dat smooth wilt of nog met brokjes in. En je hebt een fantastische soep. Nu, dat had ik gedaan met die aubergine. En zo wat overschotjes dat ik vond, dat ik terugvond in mijn koelkast. En dat was super lekker. Vandaag een saloep van aubergine en met lekkere toppings. Maar dat is voor later. We gaan het vuur al opzetten. We gaan er een beetje olijfolie in doen. Normaal gezien pak ik eender welk olijfje dat er staat. Maar ik heb hier nog olijfolie dat we cadeau hebben gekregen van een meisje dat trouwde. En die is echt super lekker. Dus rijkelijk wat olijfolie. En dan staat hier alles klaar wat we nodig hebben. En nog wat kruiden, maar dat is voor later. We gaan beginnen met uitje. Ik heb een grote ui gepakt, alleen meerdere shallotjes eigenlijk. Ik ga daar nog een eentje knoflook bij doen en dan zo meteen ook de chilipeper. Heel lekker als je dat met meer chilipeper doet, maar ik kan niet zo tegen pikant, dus ik ga het iets rustiger houden. Patatjes met een schil en twee aubergines en daar gaat allemaal deze kom in. Als dat ajuintje aan het stoven is, doen we daar de aardappelen bij met schil. En natuurlijk ook alle aubergine. Ik hoop dat ze erin geraakt. Ja, goed roeren. Chilipeper erin. Het is natuurlijk niet zo heel veel, maar als je graag van spicy houdt, dan doe er maar een hele chilipeper in. Dan gaan we er natuurlijk nog heel wat kruiden bij doen. Eerste is een groentebouillonblokje. En dan van alles een theelepel. Oh, deze vind ik trouwens iets geweldig. Heb ik van een bol gekregen, maar ik denk dat je dat online kunt krijgen. Zeker ook als je met Amerikaanse kookboeken werkt. Want die hebben daar zo tablespoon en theelepel en zo allemaal in staan. Dus dat is wel ideaal. Van alles. Een kuipje. Kurkuma. Korianderblad. En deze ook goede marchandise, ook van de bol gekregen. Daar zitten zo 5 kruiden in één keer in. Ideaal. En dat zijn natuurlijk mijn 5 meest gebruikte kruiden. Dus ga eens kijken. Komijn. Daar wil ik heel graag in eten. Zeker ook in stoofpotjes. En dan nog currypoeier. Dus een groentebouillonblokje, korianderblad, kurkuma. En dan hier nog komijn en currypoeder. Van alles een theelepeltje. Even aanstoven. Daar doen we dan water bij dat goed onder staat. Ja, perfect. En dan kijk ik altijd of ik in de koelkast nog wat room heb staan. Wij gebruiken trouwens altijd volle room. Dat zijn nog overschotjes van natuurlijk het feit dat we ook regelmatig keto doen. En dat zweer ik dan ook bij, dat ik dan niet te veel met overschotten zit. En het deksel op. Voilà, terwijl de soep goed aan het inkoken is, ruikt al overheerlijk, ben ik wat toppings aan het preppen. Hier liggen er al wat klaar. Lenteuitjes, rucola, zo van die kiemen, eet ik super graag. Waterkers, trasjes bloemkool,
verse geraspte kaas en volle room uiteraard. Ik heb hier ook nog champignonnetjes die op het vuur staan. Moet ik even wachten tot die gaar zijn en die zelfs nog wat bijkruiden. En dan gaan we een keer zien in onze kast wat we hier nog allemaal in de aanbieding hebben. Ik ben aan het denken, wat is nog lekker? Hazelnoten, gehakte. Die gaan we erbij doen. Hennepzaad gaan we erbij doen. Amandelen gaan we erbij doen. En dan mijn favoriet. Je ziet een enige pot die half leeg is. Gebakken eiertjes. Voilà. En het enige wat ik wel nog doe, zijn die amandelnoten. Die crush ik een beetje, omdat het dan toch wel iets lekkerder eet bij een soepje. Ondertussen zijn de champignonnetjes klaar. En de soep, die ziet er ook gaar uit. Dus ik ga dat afzetten. En dan gaan we dat heel even laten afkoelen. Voilà, en hier staat alles klaar in buffetvorm. Gaan we zo meteen bij onze gemixte soep toevoegen. En dan moet je het thuis eens proberen, want dat is waanzinnig lekker. En dan zoekt je in de kassen maar een mooi kommetje. Maar die kast moet ik dringend eens opruimen. Eerst een groene. Ik heb de soep ondertussen gemixt. Je ziet, dat is een heel dikke soep. Als je dat graag wat luchtiger hebt, dan doe er maar wat meer water bij. Lassen en dan gaan we kommetje vullen met de toppings. Als je trouwens een soep, dit is een dikke soep. Als je dat liever wat luchtiger hebt, dan kun je er wat water bij doen. En dan toppings, ja, ik lust alles. Dus ik ga daar alles op doen. Ik ga nog een beetje bijhouden voor een bolly. Want die komt straks thuis. Dan kan die ook nog saloep eten. Ik eet dat trouwens ook heel graag. Champignonnetjes. Nu, met wat ik dat ook heel vaak maak trouwens, is met spek, omdat een Dieter graag dat heeft. Dieter doet er ook graag echt blokken kaas in, ook heel lekker, heb ik van hem geleerd. En quinoa, maar dat is als je meer tijd hebt. Ons hennepzaad, we moeten echt eens proberen van die zaden. En dat geeft natuurlijk ook echt een goed verzadigd gevoel. En de lekkerste, maar wel de ongezondste. Ik zal maar mijn handje pakken, want ik heb al vaak voor dat het 11 van de kom erin vliegt. En dan natuurlijk nog volle room. Goeie kwakske. Lekker. En daar doen we dan nog wat kiemen over. Voilà, mannetjes. Mijn versie van saloep, slaatje met een soep. Heel lekker, heel voedzaam en vooral ja, zeker eens proberen. Goeie soep, maar trouwens ook mee te doen in de runder is. Wauw, buttermilk pompoensoep. Keilijk. Allee, sweat. Ga je gaan eten en dan mijn douche in en editen natuurlijk. Dat deze vrijdag alweer online komt. En dan tellen wij af naar Dubai, want daar ga ik mijn verjaardag vieren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keer een receptje. Jullie hadden laten weten via Instagram dat jullie dat leuk vonden. Om af en toe een receptje van mij te zien. Trouwens, niet van mij. Ik heb dat niet uitgevonden. Maar mijn variatie van de aubergine soep, dat is wel eentje van mij. Laat het u smaken. Laat me weten wat je ervan vindt. Ook als je geen aubergine graag eet, zoals ik doe. En dan zie ik jullie volgende week weer voor een nieuwe vlog. Merci voor het kijken. Mwah.